Op de afdeling varkenshouderij van RS Hogeschool in Dronten zorgen studenten niet alleen voor de aanwezige dieren, maar ontwikkelen ze ook producten voor een betere bedrijfsvoering. Wij volgen op dit moment de module Jong Ondernemen. In die module is het de bedoeling dat je een product op de markt gaat brengen als groep. En je gaat hier een businessplan voor schrijven. En uiteindelijk is het de bedoeling dat je dit product gaat verkopen aan de klant. En we hopen met de Trogcleaner een leuk product te hebben ontworpen wat we uiteindelijk kunnen verkopen. En dit is hem dus, de Trogcleaner. Het op het eerste gezicht eenvoudige ontwerp blijkt goed doordacht gereedschap te zijn. We staan hier in de kraamstal. Hier zie je een zeugentrog. Hier worden de zeugen uitgevoerd. Daarin blijft soms ook wel voer staan. Dat is nu ook te zien aan de bak zelf. Er zit nog wat voer in. Dit voer wordt in de praktijk eruit gehaald. Dit wordt vaak gedaan door voerscheppen, bijvoorbeeld van die plastic scheppen waar je mee zo met je hand vast moet pakken en dan de voerbak leeg scheppen. Dit is stressgevoelig voor het lichaam, ook omdat je vaak moet bukken en voorover staan. En dan ook gevaarlijk omdat je dan dicht bij de hoofd van de zeug komt. Tegenwoordig kunnen er nog wel eens wat agressievere zeugen zijn, waardoor het ook gewoon gevaarlijk is. En daarop hebben wij nu dan een oplossing bedacht. Nou, daar hebben we gekozen voor een schep waarmee je vanaf afstand de bak schoon kan maken en dus niet meer met je hand bij de zeug in de buurt hoeft te komen. Nou, op die manier is dit eerste prototype gekomen. Nou, hier zijn we gewoon in de werkplaats een beetje aan het bezig geweest om met wat lassen en met wat stukken staal. Daar is dit uiteindelijk uitgekomen. En zijn we mee aan het testen gegaan en dit bleek behoorlijk goed te werken. Nou ja, vanuit daaruit zijn we verder gegaan en hebben we het professioneel laten maken van RVS. Dat is dit ontwerp geworden. Het ontwerp is zo gemaakt dat je makkelijk in alle hoekjes kan komen. Hij is niet te breed. En zoals dat Joël nu demonstreert, neemt hij makkelijk in één keer alles mee. En op deze manier kun je gewoon, terwijl je rechtop staat, heel erg arbeidsvriendelijk werken en de bak snel en makkelijk leeg scheppen. Deze schep is volledig gemaakt voor RVS. Het voordeel hiervan is dat het een lange levensduur heeft en ook heel sterk is. Hier kan deze schep lange tijd meegaan en hoeft er niet elk jaar een nieuwe schep te worden gekocht. Het productieproces is inmiddels gestart. De eerste partij hebben we laten maken. Daar gaan we nu mee beginnen met de verkoop. En met de Trogcleaner lopen jullie helemaal binnen straks? Dat zal leuk zijn, ja.